Op de tweede rij zie je de bekeerlingen. En we mogen onszelf daar best toe rekenen als we in Lourdes zijn. We treffen daaraan Maria Magdalena. Maria Magdalena was erbij toen Jezus gekruisigd werd. Toen Jezus begraven werd. En op de dag na de Sabbat kwam zij bij het graf met het oogmerk om Jezus te balsemen. Dat zie je ook in het kruikje aan haar voeten.